Naar zeggen van minister Stanley Ragubashing gaat de economische situatie van Suriname de goede kant op. De bewindsman is van mening dat er veel voorbeelden zijn waaruit kan worden geconstateerd dat het beter gaat in Suriname. De minister gaf een uiteenzetting van de huidige economische situatie van het land. We zien dat in koersen. We zien dat in de verlaging van brandstofprijzen. We zien dat in terugkerend vertrouwen in de gemeenschap. We zien bedrijven kortingen acties beginnen te geven. De economische groei wordt dit jaar weer geprojecteerd, weer voorspeld van 3%. Dat is een mooi cijfer. Het zou best wat meer kunnen zijn. De noodzakelijke uitgaven, we zijn in staat om die te voeren. Dat zijn allemaal goede zaken die zich moeten vertalen naar een beter leven. En dat ook langzaam maar zeker tot stand komt. En u ziet dat vanuit de regering en met name vanuit de president en de vicepresident, dat er heel veel aandacht gegeven wordt aan het thema van maak het zichtbaar in het dagelijks leven van mensen. Zorg dat mensen die stabiliteit kunnen merken. Wat ook goed te noemen is, volgens minister Ragubashing, is het minimumsalaris bij de overheid dat nu veel beter is vergeleken met het jaar 2020. Als je dat zou vergelijken tussen 2020 en vandaag, dan zijn die minimuminkomens, als je vandaag die koopkrachtversterking erbij optelt, dan is dat minimuminkomen bij de overheidssector was toen onder de 2000 SRD. En dat is vandaag rond de 9000, 4,5 keer meer. Zouden we graag willen dat dat beter wordt? Ja, we willen graag dat beter wordt voor iedereen. Maar het is wel goed om te noteren dat er toch tegen allerlei berichten die mensen soms kwaadwillig en soms uit ongeïnformeerdheid rondsturen, dat niet waar is. In de hoogste categorieën van de overheid zaten de inkomens, zijn die ongeveer 3 keer hoger dan 2020. De minister is ervan overtuigd dat iedereen, de rijksten en de armsten, krachten hebben gebundeld om uit deze economische situatie te geraken. Hij gelooft erin dat als iedereen blijft samenwerken, het land naar grotere hoogte gebracht kan worden.